mijn nieuwe video. Ik ga vandaag weer iets anders doen normaal. Ik ga vandaag tekenen. Deel 2. Bim. Nou, eigenlijk, ik weet niet welke deel het is. Deel 4 voor mij. Deel 4, ik denk het wel. En check ook mijn andere video's die ik gemaakt heb. En oh ja, abonneer op het kanaal en like deze video. Abonneer op de tekentovenaar, want die tekent heel veel. Die tekent ook superveel. Die heb ook, ik weet niet, die maakt ook stripverhalen. Ik heb heel veel video's van hem gezien. En abonneer zeker op hem. En abonneer ook op Rieke en Sven Games, omdat wij samenwerken. En ja, laten we eigenlijk beginnen. Maar ik heb deze tekening de vorige keer gemaakt in mijn video. En deze, maar die was niet zo echt gelukt. En ik heb nog een tekening gemaakt, maar niet in de video, maar die is wel super mooi. Maar ik ga Minecraft VS poppetjes doen en laten we beginnen. Oké, ik ga met een bruine stift doen, dus ik ga gewoon zo'n streep in het midden. Ik ga zo'n streep in het midden dat hier de, of nee, hier komt de poppetjes en hier komt Minecraft, oké. En dan gaan we, pieeeem, dan gaan we doen. Oké, ik doe even VS en dan doen we hier zo'n poppetje die dan zo zwart hebt. En dan Minecraft en dan doen we Minecraft zwart. Ik heb zelfs ook een Minecraft zwart. Yo. Die zet ik even terug. En dan heb deze zwart, zei ik net. En dan wil hij eigenlijk die Minecraft poppetje eigenlijk verslaan. Maar ik denk, ik weet niet wie er gaat winnen. Laat in de comments weten wie er gaat winnen. Ik weet eigenlijk niet wie er wel gaat winnen. Je mag zelf bedenken wie er gaat winnen. Maar ik ga nu het poppetje tekenen. En hij is een beetje, ik ga hem verslaan. Maar dat weet ik niet. Oké, hij staat hier. En dan, hij heeft twee zwaarden, want die andere is een beetje klein. Zwaard. Ik ben nu al klaar met het poppetje. Zo snel gaat het. De letters. En hier staat dan VS. Oké, en nu gaat Minecraft aan de beurt. Die komt nu op de tekening. Oké. Minecraft vind ik wel leuk om te tekenen. En best wel veel kinderen uit mijn klas zeggen dat ik de beste tekenaar van de school ben. Maar dat denk ik niet. Ik ben gewoon een hele goede tekenaar. Die ook heel veel vechtpoppetjes kan tekenen. Heel goed. Maar ik kan niet zo echt van die model poppetjes tekenen. Mijn zus. En abonneer ook op Peppa Biggie's. Peppa Biggie kanaal. Want zij heeft ook een kanaal natuurlijk. Mijn zus heeft ook een kanaal. Maar die tekent dan modelpoppetjes. Maar ze heeft daar geen video over gemaakt. Dus misschien gaan ze daar een video maken. Ik weet het niet wat ze allemaal gaat doen in zijn video's. Want dat weet ik niet. Maar en ja. Oh ja, het Minecraft poppetje. Ziet er nu tot nu toe zo uit. Kijk, dit is Minecraft poppetje. Die kijkt naar die andere. En deze heeft zo twee zwaarden die was op de slaan. Maar ik denk, ik weet niet wie die gaat winnen. Die houdt zijn zwaard onder zijn boven. Wacht, jongens. Ja, dan moet ik het goed tekenen. Ik ben echt niet gewend om een Minecraft poppetje met een zwaard te tekenen. Ik heb dat wel gedaan, maar niet echt vaak, oké? Ik teken deze dan dat ze gewoon lopen of zo. Oké, en deze in die andere hand van het Minecraft poppetje heb hij wel dan een zwart. Gewoon nog op. En dan kijk, dit is nu hoe het eruit ziet. Tadaa. Ik ga natuurlijk op de achterkant verder. Ik ga op de achterkant ga ik denk ik weer Minecraft tekenen. Maar dan dat ze echt elkaar aanraken. Want anders zie je sowieso daar staan en denk je. Nou, wist je, ik zou willen dat ze echt vechten. Ik denk niet. Dat wordt wel moeilijk, maar. Zo. Maar het is wel moeilijk, want. Nou, het is wel eigenlijk wel makkelijk. Oké. Ik heb ook echt. De hand gaat helemaal hier zo. Of dat die gewoon. De handen zijn zijn benen. Nee, dat zijn ze niet. Oké. Boom. En slaat ze. Kijk. Dit ziet er nu uit, hij slaat en zo.
Dus laat het Minecraft poppetje keihard gebruiken en die Minecraft poppetje ergens zo. Die poppetje gaat helemaal gek. Oké, doe ik even nog zo. Maar als je mij en wacht. Maar laat ook in de comments weten wat ik nog meer moet doen. Super Mario Run, Minecraft. In ik weet eigenlijk niet hoeveel games ik heb. Super Mario Run, Minecraft. Pac-Man kan ik ook doen. Zullen we dat eens een keer doen? Pac-Man. Of een slang die dan een appel eet. Oké, dat is eigenlijk ook niet wat dat voor game is. Of dat doe ik dan Pac-Man en die slang. Dan in één video, want dat is dan wel goed. En dan ga ik dat dan doen. En dan laat ik dan. En dan ga ik dat dan game. Misschien ga ik nog een game doen. Ik weet ook niet. Ik ga denk ik. Ik heb nu een app gedownload waar je dan thumbnails. Want ik heb nog geen thumbnails. Heb je gezien? Ik heb gewoon geen thumbnails. Dat zijn. Als jullie mensen niet weten wat dat is. Dat is eigenlijk een plaatje voor je video. Dat je dan op. Als je een video wil zoeken, dan zie je zo'n plaatje. En dat is ook voor de mensen. Dan denken de mensen bijvoorbeeld, dan gaan ze extra die video ook kijken. Maar ja, en dat is dan thumbnails. Maar ik ben eigenlijk weer klaar. Kijk, dit is dan dat hij zo slaapt. En kijk, dit is mijn tekenboekje. Hoe vinden jullie ervan? Er zitten ook van die kleurtjes op. Dus van, ik weet even niet, kurk? Of, nou, ik weet het niet. Ik heb ook al een paar tekeningen gemaakt. Zal ik een tekening in maken? Zal ik een tekening? Ik ga wel een tekening doen. Kijk, zo ziet het van binnen eruit. En een leeg blad, dus hier kan ik wel veel plaatsen. Ik ga denk ik een half mens en een half poppetje tekenen. Even kijken als dat kan. Gaat lukken. Kijk, hier is het oog. En dan hier. Ziet er wel leuk uit eigenlijk. En ik kijk dan. Een kant. Ik weet het ook niet. Het is wel een beetje moeilijk. Maar niet echt. Oh wacht. Ik ben. Ik zit een beetje. Het verkeerd tekenen. Ja. Ik heb het weer goed gemaakt. Oké, maar ik ga eigenlijk half, kijk bijvoorbeeld hier, half Minecraft en half mens. En dan ga ik dat doen. En hij is blij, het mens. Of het poppetje kan ook. En de Minecraft poppetje dan ook. En dan hebben ze ook echt een lichaampje. En dan hebben ze ook natuurlijk een hand, want dat moeten ze wel even hebben. Dat vind ik wel leuk. Oké, dan heb ze. Wat heb ze in de handen? Niks. Ik ga gewoon niks tekenen. Oké, ik denk. Ik denk dat hij al klaar is. Kijk, zo ziet hij er nu uit. Zo ziet hij eruit. Ik had er ook nog één gemaakt. Ik moet even kijken wat er was. Dat was deze. Hij was wel goed gelukt, maar niet echt goed. Want ik moest hem nog afmaken. Maar, kijk, zo ook een tekening. Ik ga nog, denk ik, één tekening maken. Misschien de achterkant en de voorkant. Ja, de voorkant sowieso. Maar, ja, laten we beginnen. Ik ga denk ik ik ga een huis maken. Ik weet ook niet waarom. Ik vind het gewoon leuk om een huis te maken. Gewoon snel van een huis maken. Ik kan het best wel snel eigenlijk. Kijk, hier zien jullie. Ik had ook zo'n video waar jullie kunnen zien hoe ik echt ging tekenen, maar dat ding is een beetje kapot gegaan. En dat is niet zo echt leuk, want en het duurt ook super lang om dat op te zetten. En ik heb daar niet zo nooit echt tijd voor te doen, want ik wil meestal wel meteen een video. Maar soms moet je wel een beetje wachten voor een video te maken. Maar ik ga ook een serie starten met... hebben jullie een blue screen effecten? Ik heb dat al in mijn eigen tekenvideo vlog heb ik al gezegd dat er een serie aankomt. Maar
Abonneer dan op het kanaal, like deze video. Als jullie die serie willen zien, want dat wordt echt super leuk. We hebben al heel veel dingen gepland. En het wordt echt super leuk. Oké, het huis is bijna af. Ik heb wel 3D huis, want anders vind ik het niet echt leuk. Ik wil wel een 3D huisje hebben. Oké, zo, ik moet hier nog een raam doen. Zo. Kijk, tada, dit is mijn huis. Vinden jullie het mooi? Ik denk het wel. Oké, nu gasten. En zou ik er nog een bloem doen? Ja, ik ga wel een bloem doen. Vind ik wel altijd gezellig. Van een mooie bloem. Ik ben niet zo'n goede bloementekenaar, maar... Ja, ik doe maar gewoon wat. Oké, even kijken. En hij heeft nog een hele dikke neus. Kijk, dit is de bloem. Kunnen jullie het goed zien? Daar is de bloem. En dit is het huis. En, wat had ik altijd getekend? Ik ben helemaal wel gek. Ik heb dit getekend. En dit getekend. En ja, dit was weer eigenlijk de video. En ja.